is 6:13. Kamala Harris, democratisch presidentskandidaat in Amerika, heeft dit weekend haar meerdaagse tour in de swing states afgerond. Met aan haar zijde haar VP-pack. En dat is Tim Walz, zoals we weten. Hele blije man. Met een grote glimlach. Nou, met z'n tweeën vol gas al die swing states af. En de laatste stop was in Las Vegas in de staat Nevada. Een stad die van politiek strategisch belang is. Want zowel de Democraten als de Republikeinen denken dat ze daar winst kunnen halen. Zoals gezegd, het is een swing state. Maar we gaan eens eventjes samenvatten. Heeft ze een goede deal gedaan door Walz te kiezen en meteen die swing states af te gaan in deze afgelopen week? Gaan we bespreken met Victor Pak, die is Amerika-kenner en journalist bij EW. Goedemorgen, meneer Pak. Goedemorgen. Hoe is het gegaan? Wat is er opgevallen? Nou, wat denk ik het meest opviel is het ontzettende enthousiasme. Die vraag, was het een goede deal om met Tim Walz in zee te gaan en hem als running mate te kiezen? Ja. Nou, als je kijkt hoe zij zich samen presenteerden de afgelopen dagen, dus die in die tour langs 5 staten, nou, dan kan je alleen maar bevestigend antwoorden. Want ze hebben het gewoon samen ontzettend naar hun zin. Mm-hmm. En dat trekt ook mensen. Liefst 65.000 mensen in totaal zijn langs de verschillende plekken geweest waar zij samen campagne voerden. Ja. Zoveel bezoekers trokken ze. Nou, dat is helemaal niet waar, zegt Trump. Meer dan ze. Ja, ja. dat zag ik ook. Ja. Maar als dat het antwoord dus is van Donald Trump op het enthousiasme wat loskomt bij de Democraten om te zeggen dat het door AI is gemaakt, de videobeelden van een campagnestop in Detroit. Ja, ja, nou, dan wordt het een heel simpele verkiezingsrace, zeg maar. Ja. Dat is niet hoe je gaat winnen als Trump zijnde. Nee, want dat is inderdaad wel even interessant om te zien. Als je kijkt naar het weerwoord van, ik zag nog een aanvalletje van J.D. Vance, van zijn VP-pick, die in een interview zei, ja, maar die meneer Walz, die is zelf weird. Ze komen niet verder dan jij bakken, dan het balletje terugwerpen. Dat klopt, ja. Dat is wat je ziet. Tim Walz was degene die term weird, zeg maar, dat het mafkezen zijn, gebruikte. Mm-hmm. Wat een heel slimme aanval is vanuit de Democraten op Vance en Trump. Je zag, zeg maar, onder Biden was de lijn van, nou, als je op Trump zou stemmen, dan riskeer je de democratie. Dat moet je niet doen. Zeg maar, dat is toch een beetje een bedweterige toon. Het maakt het extreem serieus. Nou, onder Harris en Walz zijn de Democraten echt niet van mening veranderd dat een stem op Trump een gevaar voor de democratie is. Maar in plaats van dat je zegt, nou, je bent niet goed snik als je dat overweegt, probeert Walz het met een soort vrolijke toon toch aan te tonen, joh, je moet het echt niet doen, want het zijn ook gewoon mafkezen. Ja, naast dat hun plannen verkeerd zijn. Ja. Dus een heel andere lijn die een stuk vrolijker is. En dat zag je ook echt in die campagne-tour. Die begon in Pennsylvania, in Philadelphia. Ja. Maar goed, dat verhaal dat ze daarna afsteken in die andere staten is min of meer gelijk. Dus je zag op een gegeven moment in Detroit en in Arizona en Phoenix dat het publiek, die kende soms al de aanvalslijnen die zouden komen. En ging alvast klappen of meejuichen, USA, USA roepen. Mm-hmm. Dus een ontzettend optimistische sfeer bij de Democraten. Ja. En ook eens relativeren. Het is ook een droomstart, kun je stellen, voor Kamala Harris en Tim Walz? Ja, eigenlijk is beter is het niet samen te vatten. En dus ook geen reactie van Trump. Nou, zit daar nog wel wat aan te komen? Want Trump die gaat binnenkort in gesprek met Elon Musk, een 1-op-1'tje. Ja, een interview op Twitter of X uiteraard, zoals we het tegenwoordig moeten noemen. Ja. En we weten dat Musk, ja, die sympathiek staat tegenover Trump en Vance. Die zou eerst 45 miljoen per maand gaan doneren. Nou, dat werd toen uiteindelijk toch een stuk minder. Ja. Maar aan zijn berichten op X is wel duidelijk te zien waar de sympathie van Musk ligt. Mm-hmm. En ja, daarin is toch de verwachting dat Trump met een betere aanval op Harris en Walz moet komen, een beter weerwoord, dan alleen maar zeggen dat het door artificial intelligence zo'n hype is rondom de Democratische Partij op dit moment. Mm-hmm. Want dat houdt natuurlijk geen stand. Dat helpt natuurlijk niet. Nee. Maar kan dit helpen? Kan dit inderdaad die swinging vote? Want ja, Musk is natuurlijk niet altijd een heel betrouwbaar mens gebleken als het gaat om
het hebben van meningen. En Trump ook niet. Wordt dat een soort toneelstukje van twee weird figuren? Of hoe moeten we dat gaan zien? Hoe ga je daar naar kijken, Victor? Ik verwacht eigenlijk dat de vraag van Musk natuurlijk vrij positief zijn voor ja. Trump. Dat allemaal een beetje inkoppertjes worden. Dat het zo'n soort schouwspel gaat worden. Ja. En dat het geen heel kritische ondervraging is. Trump bijvoorbeeld vorige week wel kreeg door een groot aantal Amerikaanse journalisten. Mm-hmm. En toen zag je dat Trump toch eigenlijk wel heel veel moeite had om nou met dat duidelijke verhaal tegenover Harris te komen. Ja. Bijvoorbeeld, hij kon toch niet laten om bijvoorbeeld haar achtergrond in twijfel te trekken. Is ze wel een zwarte Amerikaanse vrouw? Of gebruikt ze dat alleen maar voor politiek gewin? Ja, en dat zijn persoonlijke aanvallen waar niemand echt op zit te wachten. Die swing voters die je noemt, die worden daar niet enthousiast van. Het gaat hen uiteindelijk ook om de inhoud. Waar sta je voor en welke plannen heb je? Nou, Trump zou zich veel beter kunnen richten op wat wil Harris nou met dit land? En zijn dat niet allemaal heel progressieve ideeën? Progressieve ideeën. Mm-hmm. Maar die inhoudelijke lijn kan Trump niet vasthouden. Hij blijft zich maar op die persoon richten. Ja. Even kijken naar de peilingen nog tenslotte. Hoe staat dat erbij? Hoe staat het in de polls op dit moment? Begint Harris al wat terug te pakken van Trump, van zijn populariteit? Als je het nu kijkt naar de peilingen ten opzichte van vijf weken geleden, toen Biden nog kandidaat was, is het beeld echt totaal aan het omdraaien. En dat verbaast veel mensen. Peilers zelf zeggen dat eigenlijk ook. Bijvoorbeeld in die swing states als Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en ook Nevada staat Harris opeens voor. Ja. En dat was gewoon zes weken geleden met Biden. Was dat niet zo? Nee. Toen stonden de Democraten fors achter. En nu zie je een nipte voorsprong van soms 1-2% tot wel 4%. Dat is echt een flinke omdraaiing geweest in de peilingen. Ja. In slechts iets meer dan een maand tijd. Ja, zeker. We gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort weer spreken. Dankjewel. Victor Pak is Amerika-kenner en journalist bij EW, wat vroeger Elsevier's Weekblad was. En bij de Hart van de ANWB, waar staat het nu vast?